Wordt tegenwoordig steeds meer gevist op commerciële kabelvijvers, zoals dat heet. Dus vijvers waar veel kleine karpen, F1-karpertjes, soms ook andere vissoorten in zijn uitgezet. Logisch dat de visgraad populair is. Goede vangsten zijn bijna gegarandeerd, op welke manier je ook vist, dat nou vaste stokjes of werphengel. Maar het is wel een specifieke visserij. Je gebruikt licht materiaal qua dobbers, heel dikwijls, in combinatie met vrij zware lijnen, want karpers en F1 zijn wel hele sterke vissen. Er wordt niet altijd voer voor gebruikt, want je vist vaak en voert vaak met pellets, maar ook in sommige gevallen voer je dat wel degelijk, vooral als er met metal feeders gevist wordt, bijvoorbeeld. En ook met het vaste stokvissen zijn er omstandigheden waarbij wel degelijk ook voer gebruikt wordt. Dit zijn de twee voeren in ons gamma die daar het meest geschikt voor zijn. Marine fish op vismeelbasis, een typische groene kleur die voor dat soort visserij altijd gebruikt wordt. En ik zei al dat er veel met pellets gevist wordt. Dit, onze pellet special, zijn letterlijk allerlei gecrushed pellets. Een mengeling van deze twee soorten is een prachtig voer om te maken voor juist die visserij die ik net heb omschreven. Commerciële kapervisserij, marine fish, special pellet of een combinatie daarvan.